Dat is mooi, als je vader wordt en je mag dan een doelpunt maken. Ja, dat is extra mooi. Ik weet niet, iedereen zegt tegen mij, vandaag ga je scoren. Kerst werd zijn vader, ja, dat had gelijk ook. Alleen je kon niet zo snel een bal onder je shirt krijgen, hè? Hij wou niet geven die ballen, jongen, weet je. Dus hij zat echt aan de andere kant te kijken, dus ik pak hem maar van hem af. Is dat nou moeilijk, als je 2 dagen er niet bent omdat je het vaderschap krijgt, dat je dan niet mee mag doen op zo'n belangrijke wedstrijd? Ja, ik was heel erg teleurgesteld, maar aan de andere kant begreep ik het ook. Want ik werd ook gelijk na de bevalling heel erg ziek. En ja, ik had heel erg hoge koorts en voelde me totaal niet lekker. Maar toch kan je niet tegen je vrouw en kind zeggen, je moet gewoon blijven verzorgen. Dus ja, ik snapte het ook heel erg goed. En ik had helemaal niet verwacht dat ik zou invallen, want dat was niet de bedoeling. Ja. Alles is veranderd in het leven, hè? Vanaf een paar dagen geleden. Maandagavond. Alles veranderd, ja. Nou, alles. Blijf voetballen, hoor. Ja, maar genieten van zo'n goal doe je nu toch misschien op een iets andere manier in vergelijking tot daarvoor? Ja, het is toch... je bent gewoon extra blij dat je een goal kan maken voor je kind en je vrouw. Ja. Vergeet je vrouw niet, want zij heeft al het werk moeten leveren. Ja. Dus dat is mooi. Was het kindje op tijd? 1 dag te vroeg. Dat is beter dan zijn vader. Ja, mooi grap. Ik moest hem maken. Ja. Ik moest hem maken. Ja. Beter dan mijn vader. Ja. Beter dan zijn vader, klopt. Goed. Ja, ik moet eigenlijk een goed voorbeeld gaan geven, toch? Vanaf nu. Hij geeft mij een goed voorbeeld. Even over wat er nu jullie te wachten staat. Want ja, Ajax is er al uit. PSV zit er nog in. Maar er kan heel veel in de beker. En iedereen realiseert zich tegenwoordig dat dit de kortste weg naar Europa is. Ja, en wij ook. Dus we gaan loten en we kijken wel tegen wie we gaan staan. Maar als eerst moeten we even genieten van dit. En dan focussen op zondag. Want die is net zo belangrijk als de beker. Dankjewel. Jo.